18 boten deden afgelopen weekend mee aan een zeilwedstrijd van Schipluiden naar Maasland. Nou, het wordt best wel spannend, want er is niet te veel wind, er is ook tegenwind, dus er moet gejaagd worden. De boten zijn allemaal zeilende Westlanders, dus het is een wedstrijd met een historisch tintje. Deze schuitjes werden vroeger gebruikt voor het varen van groente en fruit naar de veilingen. Nou ja, op een gegeven moment zijn ze zeilend gemaakt en nu gaat alle groente en fruit uiteraard met de vrachtwagens. Wij zijn ze voor de pleziervaart nog ideaal, die schuitjes. Zo, ik probeer balans in de boot te houden. Gaan jullie winnen? Absoluut. De mensen op de Blauwe Beer denken dat zij gaan winnen? Dat denk ik niet. Er is maar één optie natuurlijk. Dat zijn wij. En bloedfanatiek zijn ze. Ja, en weer terug. En weer terug. Terug nu. Ik denk dat het veel op spierkracht aankomt. Ze moeten aan boord springen, wandboord springen. En ze kan er wel zo'n ongelukje mee gebeuren. Doe de spanning eraf. Oké. Even afduwen. Ben ik blij dat ik gestopt ben met roken. Hey, kijk eens, daar liggen stil. Oké, jongens. We gaan zeilen. Banden opzij. Hoe gaat het? Ja, hard werken. Ja? Ik hoop niet dat mijn baas het ziet. Dan gaat hij straks nog verlangen dat ik ga zweten bij hem. Na de wedstrijd is er dan eindelijk tijd voor ontspanning. Hey! Bier is er ook aan boord. Dat staat al vanaf gisteravond koud. Kijk eens aan. 5 kratten. Voor ieder een krat. Dus dan moeten ze genoeg hebben. Dan kunnen ze geen dorst meer hebben. Proost!